Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. De trailer staat al klaar. We hebben een leuk dagje voor de boeg. Tenminste, dat hoop ik. Ik ga met Industro voor het eerst naar het crossterrein. Ik ga van tevoren snuitje nog even trainen. Deze race haar vast aan het opzadelen. Super handig dat we even kunnen samenwerken en kijk. Er is gewoon een boom. Een boom gewoon neergestort. Gewoon hier. Naast mijn trailer. Kijk, hij is ook echt helemaal door de bedrading van dit weiland heen gevallen. Maar gelukkig is hij die kant opgevallen en niet deze kant. Zo snuit, dat is toch wat in de ochtend, hè? Ja, dan mag de rest allemaal naar het weiland zo meteen. Oh, ja? Jij mag straks ook snuiten. Niet zo boos kijken. Buiten spelen, geloof me, ik beloof het. Ik beloof het. Hij is echt slim hoor. Dat weet hij gewoon, hè? Dat weet hij gewoon. Het strootje gaat via de heuvel. Oh, wat een slimmerik. Oh, die blauwe stip die achteraan liep, dat was stro. Hé, snuit. Waar verlang jij naar dan? Naar de wei. Het laatste groepje wat naar de wei wordt gebracht is de groep van snuit. Dus we hebben hier maar even de deken verwisseld en het halsje opgedaan. En dan kan ze nu gewoon gelijk mee met de eigen groep. Er is helemaal niks aan de hand, snuit. Je hebt niks gemist vandaag. Je hebt alleen al lekker ochtendgymnastiek gehad. Zo. En dan als het goed is, gaat ze zo het weiland in. Dus snuitie. Oh, dat is zwaar. Er kwam een hele lange scheep. Zo. Ja, daar sta je dan. Ja hoor, ze zijn weer samen. Oh. Jonge dagen in de wei, hè? Ja. Je zet gelijk de hele boel op stelten. Het gaat nog een keer rollen, zie je? Ja. Ze hebben echt een rolfeestje. Die deken blijft echt goed liggen. Maar... Ja, heel goed. Ja. Voor degenen die mij al een tijdje volgen, die kunnen zich misschien herinneren dat
toen ik begin van het jaar op vakantie ging, nee, begin vorig jaar, dat Illustro toen niet had gegeten tijdens mijn vakantie. En toen ik terugkwam van vakantie, toen begon die heel langzaam weer te eten. Echt eerst uit mijn hand. En nou, hij is gewoon een moeilijke eter. Soms heeft hij een periode, dan eet hij niet meer. Laatst was dat ook. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? En nou is natuurlijk Desiree er, die stage bij mij loopt. En toen dacht ik van, goh, zou dat het zijn? Dat hij dan 4 dagen lang van haar te eten krijgt? Maar ik weet het gewoon echt niet. Want toen ging ik hem weer uit mijn hand voeren. En toen op een gegeven moment begon hij zijn slobber weer te eten. Maar ik heb ook al gedacht van, zou het aan de supplementen liggen? Of, dus ik heb ook al slobber zonder supplementen gegeven. Of heel veel verschillende merken heb ik al geprobeerd. Want ik vind de Marstal Bergwiesen Mars, zo, vind ik een hele goede slobber. En ik vind de Meiten vind ik ook een hele goede slobber. Maar die lust hij dus allemaal niet. Hij lust op een gegeven moment alleen nog maar Subli en Pavo. Maar nu lust hij zelfs ook de Pavo-slobber niet meer. En de brokjes eet hij ook niet meer. En ik zal even laten zien, want ik ben dus ziek geweest. En ja, nu ben ik bijvoorbeeld gisteren niet geweest. En kijk, dan liggen nu gewoon van 2 dagen liggen er brokken, oude slobberresten. En weet ik veel wat allemaal in zijn bak. En hij lust het gewoon echt niet. Hij eet het gewoon niet. Dus ja, ik weet het gewoon af en toe niet met hem hoor. En nou, ik heb natuurlijk al van meerdere mensen in mijn omgeving allerlei tips gekregen. Van goh, zou die maagzweren kunnen hebben? Of allerlei andere tips. Maar mijn arts zei toen van goh, het kan echt wel zo zijn dat hij gewoon een beetje last van heimwee heeft. Of uit zijn dagelijkse patroon is. En ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Ik weet wel dat het een heel gevoelig paard is. Een emotioneel paard. Maar dat hij nou dus gewoon niet eet, dat is wel heel erg jammer. Want weet je, alleen uit hooi en gras kan hij ook niet al zijn voedingsstoffen, al zijn bouwstoffen halen. De vitamines en de mineralen. Dus ja, hij moet wel wat gaan eten. En het is ook een beetje zonde van de supplementen die ik dan nu geef. Want hij heeft wel echt heel veel baat bij die magnesium, de vitamine E en de biotine die hij van Farmhorse krijgt. Maar ja, als hij het dan nu niet eet, dan ja, hè? Het is een beetje zonde van al die goede supplementen. Dus ja, ik weet niet. Ik haal het er nu maar uit. Dan ga ik zijn bak helemaal schoonmaken. Misschien dat hij even weer een frisse, schone bak nodig heeft of zo. Ja, ik ben heel benieuwd of iemand van jullie dit ook ooit heeft gehad. En dan in specifiek met een Iberisch paard. Omdat ze ja, vaak wel een beetje gevoelige karakters hebben. En ja, hoe dat uiteindelijk is opgelost. Want ik kan hem niet elke dag met de hand gaan voeren of zo, weet je. Ik zal wel willen, maar zo jongen. Wat gaan we doen dan? Wat gaan we doen dan? Kijk eens hoe verzameld dat hij staat. Hij ja. Zit bijna in de berggeit. Ja, inderdaad. Knap hoor, Stro. Knap hoor. Gaan we crossen vandaag? De training van Snuit was niet echt fantastisch of zo. Ze was natuurlijk heel erg afgeleid. Maar vorige week had ik echt zo'n lekkere training met haar. Echt gewoon alles klopte. Het was echt zo fijn. Alleen nu ja, waren ze de paarden naar het weiland aan het brengen. En Snuitje had natuurlijk helemaal in de hoofd van ik moet ook naar de wei. Dus ja. In ieder geval, ze heeft een beetje ochtendgymnastiek gehad. Dat is ook fijn. En nu ga ik met Illustro naar het crossterrein. Ik doe hier vast het zadeltje op. Het is namelijk niet zo ver rijden. En dan sta ik daar niet op een vreemde locatie in een bos moeilijk te doen met opzadelen. Want hier thuis is hij gewoon nog rustig en ontspannen. Zo, doe even een kaartje erbij met mijn visitekaartje. En 10 euro. En dat moeten we dan altijd hier door de brievenbus doen. En dan mag je gebruik maken van het crossterrein. Dat is vet handig. We gaan trouwens naar de vijfsprong in Lunteren. Voor degenen die dat willen weten. En daar mag je zonder begeleiding crossen. Maar het is wel handig als je natuurlijk wel springervaring hebt. En dat je met iemand samen bent. Dat vind ik wel een veilig idee. Maar ik heb wel zelf wat springervaringen. Ik heb deze greep bij me, dus kan prima. Maar met Snuit kan ik hier ook wel eens gewoon alleen hoor. En dan heb je ook een heel mooi bos hier. Dus dan kan je ook gelijk even lekker een buitenritje maken. Dus dat is heel fijn. Nou, een tijdje niet met Snuit geweest. Maar ik ga het in het voorjaar wel weer even oppakken met haar. Dat vindt ze wel leuk. Ja, dus dan mag je deze met de brievenbus doen. Yes. Nou, ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Ik ga het wel heel, echt heel erg rustig aandoen hoor. Het wordt echt een baby kennismaking. Daarom ben ik ook even alleen gegaan. Want als ik zeg maar gelijk een crossles neem of een springles, dan voel ik me toch wat opgelaten om met de groep mee te gaan en naar de instructeur te luisteren. En dan luister ik soms niet naar mijn eigen gevoel.
Dus ik ga gewoon lekker laagdrempelig. Misschien even wat hele kleine boomstammetjes en een paar op- en afjes. En ja, als je er gewoon een beetje simpel doorheen draaft en een paar huppeltjes neemt, dan ben ik echt super, super tevreden voor een eerste keer. Ik vind het gewoon belangrijk dat hij echt positieve ervaring opdoet. En dat hij het vertrouwen in mij heeft en netjes bij me wilt blijven. En dat hij, ja, weet je, gewoon rustig aan. En ik hoop dat ik mijn laarzen nog aan krijg, want mijn laarzen die moeten eigenlijk opgerekt worden. Ik breng ze binnenkort even bij Derby waar ze vandaan komen. Zal ik met of zonder handschoenen gaan? Ik rijd eigenlijk altijd zonder handschoenen, behalve met de wedstrijd vind ik het altijd wel gewoon netjes staan. Ik doe ze wel voor de zekerheid. Als ik het geen fijn gevoel vind qua teugelvoering, dan kan ik het altijd nog afdoen. Even kijken of ik die andere ook heb. Yes. Normaal pak ik altijd een strootouwtje op stal. En dan doe ik zeg maar het strootouwtje hier doorheen. Dan kan je het heel makkelijk omhoog trekken. Maar ik heb even geen strootouwtje bij de hand. Oh, het valt best mee. Ik krijg ze bijna helemaal dicht. Misschien als ik straks even in die laars heb gelopen, dat ik ze wel helemaal dicht krijg. Oh. Ja, ik ga ze echt laten oprekken. Nou, daar staat hij dan. Hij was net even helemaal aan het snurken. Hij kwam hier het terrein op en toen was het echt van, oh, wat is dit allemaal? Ja? Een leuke paardenspeeltuin. Nou, ik loop hem eerst even aan de hand. Stap ik hem even een beetje terrein over. Dat hij even kan acclimatiseren. Dat hij even in zichzelf kan opnemen waar hij is. Leuk hè? Er staan twee paarden. Oh ja. Kijk, daar links staat ook nog één. Ja, meestal staan de koeien in de zomer. Ja. We zijn even te gast in een weiland van andere paardjes. Ja. Laten we eens even kijken hier zo. Kijk eens. Je bent net een hengst. Je bent net een hengst. Ja, wat ben je mooi. Wat ben je mooi. Snuitje, nou, eerst vond ze deze heel eng sluiten, want hier zo'n greppel is. Op een gegeven moment was het helemaal door. Oh nee, oh ja. Shit. Ja. Ja, meestal vinden ze dat op het zicht een beetje raar in het begin, maar dat is heel leuk, want dan kan je zo erop en dan nou, weer op bijvoorbeeld een galopsprong en dan hup en dan weer een galopsprong en dan kan je heel leuke routes maken. Maar ik denk dat ik straks met het strootje durf ik gewoon deze wel hier zo. Ja. Hè? Ja. Ja. Kom maar even springen. Kom maar. Til je voeten op. 1, 2. Wow, goed zo. Nou gaan we deze pakken. Kom maar. Yes, goed zo. Nou, dat kunnen wij wel. En deze, nou, die had ik een keer met snuit geprobeerd. Ah, dit was een van de weinigen waar ze op weigerde. Oh. Smal. Ja, 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 ja. Dus dan gaat ze er in één keer gaat ze er langs. Slimby. Baby. Goed hoor. Ja.
Ja. Wat vond je daarvan? Het ging op zich wel goed, maar op een gegeven moment, hij deed wat te raars of ja, zo. Ja, hij ging iets te groot en toen kwam ik een beetje achter het zadel en toen gaf hij volgens mij nog een bokje. Ja, ja, zoiets. Ja, dat gek. Ik kwam er iets te voorzichtig in, dus hij had eigenlijk een grotere galopspoed nodig. Maar ik dacht, ja, ik weet niet of hij überhaupt gaat springen. Ja. Dat is helemaal mijn eigen schuld. Want hij probeerde het eigenlijk vet goed. Ik ga nee, het weer proberen, ja. Maar het ging ook goed en hij dacht van, oh, springen, leuk. Ja, en dan. Nee, dat vind ik niet leuk. Took some time, but we pointed out that tomorrow isn't here right now, baby. An absent mind came to roam around, captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. I see it clear when the shadows are lit. Ready to go. Eigenlijk super braaf, want hij heeft niet één keer dat hij op de rem is gegaan voor een sprong of dat hij er langs op ging. Hij heeft eigenlijk niks geweigerd, want zelfs als hij heel beroerd eigenlijk in de sprong kwam, dan wist hij nog om zijn benen op te tillen en om gewoon aan de overkant te komen. Dus dat vind ik heel fijn. Ik had zelf gewoon een domme fout gemaakt door niet eerst gewoon even één balkje te doen, maar dacht ik, nou, ik doe gelijk die twee achter elkaar, omdat hij ook altijd met snuit gewoon een beetje als warming up deed. En hij heeft een hele andere galop dan snuit. Snuit heeft een veel grotere galopsprong. Die heeft echt al meer een paardenmaat. Ik kan met haar echt op een paardenmaat parcours springen. En hij is natuurlijk heel verzameld en klein. En ik was ook wat voorzichtig. Dus hij kwam een beetje raar op die sprong. En toen, ja. Maar goed, gelukkig hebben we dat kunnen herstellen. En hij heeft heel veel geleerd, want hij weet nu dat hij ook een afsprongetje moet maken. Het is nog niet echt een sprongetje, maar hij durft in ieder geval naar beneden. En we hebben er ook al een paar achter elkaar gedaan. Dat we dan 1, 2 en dan die andere eraan vastplakten. En ook vanuit galop, terwijl ik eigenlijk gewoon de intentie had van, nou, ik doe een beetje simpele sprongetjes uit een sukkeldrafje. Maar die galop was wel heel goed voor hem. En ik voelde hem af en toe ook al een beetje kijken naar die andere sprongen. Zo van, zullen we die ook even erachteraan doen? Maar toen dacht ik, nou, laten we dat een volgende keer doen, Stro. Hè? Dan bewaren we nog wat voor later. Ja, dat stilstaan is ook helemaal niet leuk. Wat we nu gaan doen, is even een klein rondje uitstappen rondom het hele crossterrein. Want ik ben nu alleen in het middelste gedeelte geweest.
Gewoon even dat hij daar een beetje kan kijken. En dan heeft hij nog steun aan Desiree, want die loopt nog lekker mee. Die heeft nu de camera vast. En daarna gaan we nog even naar het bos aan de overkant. Want daar heb je zandverstuiving. Eventjes kijken hoe het daar is. Hè? En ga je grasjes eten? Nee toch? Nee? Nou, wij zijn de weg maar dan. Waar we nu staan, dat is zeg maar wat ik al zei, rondom dit terrein heb je dus een bospad dat ook helemaal vol met hindernissen staat. Dus je kan hier echt een hele route rijden. Wat ik met Snuitje deed, was bijvoorbeeld dit lijntje. Dat begint helemaal daar, zie je? En dan heb je echt een paar, ja, dat is heel leuk. Dan kan je allemaal sprongetjes achter elkaar maken. En dan kom je eigenlijk hier zo, waar wij nu staan. En dan heb je hier een opsprong. En dan heb je daar een greppel. En dan heb je daar weer een afsprong. En dan, nou, zie je, dan kan je helemaal, je kan echt een hele route maken. Dat is heel leuk. Maar met hem durf ik dat niet hoor. Nog niet. Maar met Snuiten, ik zal eens kijken of ik een filmpje nog kan vinden van toen. Good old days. En dan zal ik het even hier in de video plakken. Nou, en als we hier zo de hoek om gaan. Dat heb ik, ja, ik heb eigenlijk, er staan oude video's op mijn YouTube kanaal. Ik zal het even linken hier zo boven bij het kietje. Dan kan je nog zien hoe ik hier met Snuitje, ja, lol had. Oh mijn jongen. Appel. Kijken. Dat is allemaal wel heel, heel bijzonder hier, hè? Je kan je toch niet voorstellen dat paarden hier overheen springen, hè? Wat is dat toch allemaal? Mensen dat allemaal bedacht, hè? Wie weet ooit van dit soort heggetjes? Die zijn niet zo extreem hoog, maar wel best wel breed. Maar zoiets als dit, dat zou ik nog wel durven. Hier zo, doordat dat is een beetje weggesnoeid. Ja, dat is ook wel een aardig vreemde ding hoor. Wow, ja. Nou, echt, mensen die dit kijken, die crossruiter zijn, echt dik respect voor jullie gewoon. Dat jullie gewoon de mentale kracht hebben om dan in een parcours te komen, terwijl je paard die sprongen nog helemaal niet heeft gezien. En dan gewoon dan af te gaan met volle overgave. Ik heb er echt respect voor, zowel voor de paarden als voor de ruiten. Dat is zo mooi hier, dat is ongelooflijk. Met Snuitje heb ik hier een keer zonder handen gegaloppeerd. Oh, vet. Toen had ik een knoop in mijn teugels. En toen gingen we echt helemaal zo galop. En toen ging ik zo van alsof ik een Titanic was. Zo. Geweldig. Alleen nog het liedje. Ja. Hij is echt zo braaf, hè? Als ik hier met Snuit ben, dan is ze nu al in de startblokken. Dan weet ze gewoon dat ze mag crossen. Maar hij weet dat allemaal nog niet. Beter zo. Ja, ze houden zo. Ja, ja, ja. Jij bent echt braaf. Ja, ik ben echt braaf. Leuk, hè? Dat is mooi, hè? Oh ja. Ondanks dat het toch een beetje geregend heeft. Zo. Het is echt heel, ik voel echt een stap dat die best wel moet ploegen om er doorheen te komen. Dus het is niet echt, ik denk niet zo goed voor zijn pezen om hier even in de galop doorheen te. Hoe verleidelijk het ook is, denk ik niet dat het heel goed is voor een paard. Nee hè? Nee. Ja, het is ook heel mooi hier. Ik zie het allemaal wel. Ik zie het allemaal wel. Dit is wel gelijk de moeilijke variant, want op laag niveau mag je altijd het hek nog van je af openmaken. En deze is nou naar ons toe, hè? En hij is heel smal, maar we gaan even een poging wagen. We gaan een poging wagen, strootje. Zo. Oeh, dat was echt wel een eng ding. Oh. En dan gaan we gewoon achterwaarts. Oeh.
Nee, kijk uit. Dat kan wel. Zo. Billetjes opzij. Zo. Staat tegen die paal. Ja, zo. Ja, dat kan. Zo, ga maar door. Oh, hey. Netjes hoor. Dan kom even twee bekenden tegen. Oh. Ze laten gelijk van de beste kant zien. Ja. Maar die bonte pony, dat is Amber. En dat was tijdens mijn paardencoachopleiding. Was echt wel... Ik heb 2 keer een coachsessie met haar gehad. Dat was echt, dat was zo intens. Zij heeft me echt aan het huilen gemaakt. Dus heel leuk om haar nu even tegen te komen hier. Ja, leuk. Geweldig. Het is de volgende dag en ik ben echt super blij. Want ik ben gisteren naar huis gegaan. We hebben natuurlijk Strootje thuisgebracht, naverzorgd. Toen ben ik naar huis gegaan en toen heeft Desiree, die stage bij me loopt, mij heel goed geholpen met het opruimen van mijn schuur. Want ja, ongeveer de halve schuur is echt mijn paardenopslag. En ik ga je even het resultaat laten zien. Kijk, ik heb zeg maar in deze kast, hier staan allerlei artikelen voor bijvoorbeeld working equitation trainingen. En hier ook. En hierin zitten ook allemaal spullen die ik voor de working equitation trainingen gebruik. Nou, en deze kast, kijk, ik heb gewoon hier moet nog 1 cap. Want dan heb ik zeg maar mijn caps hier zo. En ik heb gewoon ruimte over. Kijk, ik heb dit gewoon over. Deze 2 mandjes zijn vol. En heb ik hier gewoon nog een leeg mandje en nog lege plek. Hier liggen de beenbeschermers. Hier een poetskoffer met wat voorraad zoals hoevenvet en impregneerspray en vliegenspray. Dingen die ik echt in de zomer gebruik. Nou, dan heb ik hier deze la. Die gaat nooit zo makkelijk open. Zo. Hier heb ik een voorraad met bitten. En ja jongens, de frontriemen. De frontriemen waar zo vaak naar wordt gevraagd. Waarom heb je geen frontriem? Ik heb ze wel. Ze liggen hier. En hier is mijn collectie met dekensingels en nog wat inlages voor zadelonderleggers. En hier, dus een beetje mijn dingen die ik meeneem op wedstrijd. Het is gewoon een beetje herinnering aan het EK met die vlaggen en tekenrekje. En dan even kijken hoor. Ja, en hier heb ik nog een martingaal en een hooi net. En een lege laarzentas. Zo, even. Nou, dan heb ik hier ook nog wat stokken en pionnen en dingen voor de working equitation training. Mijn springzadel, die bewaar ik thuis, omdat ik toch niet dagelijks spring. Een hoofdstel nog. Dit is het enige hoofdstel die ik heb bewaard, want ik had hier nog 2 hoofdstellen hangen. Maar die ga ik wegdoen. Mijn shabrakjes, daar heb ik ook echt veel van weggedaan. Ik denk, ja, dit is toch meer dan zat. Weet je, het zijn een paar wedstrijdshabrakken. Witte, working equitation. Een paar trainingsdingen. Hier mijn regenlaarzen, mijn rijlaarzen, paardenjassen, showdekens en zweetdekens. Dekens voor in de zomer, zoals vliegendekens. Wat herinneringen. Mijn petje van het EK. De vlag van het EK. En mijn halzer van het EK. En deze Italiaanse. En dit Italiaanse halzertouw heb ik toen nog van een van de deelnemers ook gekregen. En hier heb ik dan, ja, mijn tafeltje waar ik alle supplementen altijd uitzet. In die flessen. In die. Voor babyvoeding, zeg maar. Dat heb ik de laatste keer in mijn vlog laten zien. En mijn working equitation brug. Dus ik ben er echt super blij mee met alle ruimte en orde die ik nu weer heb. Dus we hebben ons echt nuttig kunnen maken. En ik ben heel blij met al die orde. Ik ben ook heel erg blij dat Desiree er is deze maanden om mij te helpen. Wat ik alleen wel even wilde delen is dat ik nu best wel veel mailtjes heb gekregen van mensen die bij mij stage willen lopen. Alleen ik had natuurlijk, het was echt al bijna 100% rond. Ik had natuurlijk de verwachting dat ik mijn eigen stal nu zou hebben. En daarom had ik ook al Desiree aangenomen. En het is allemaal heel anders gelopen dan ik had gehoopt. Dus zolang ik nog een eigen stal heb, ga ik geen stagiaires aannemen. En het is voor mij heel erg intensief om alle e-mails dagelijks te lezen en te beantwoorden. En dus sorry als jullie soms moeten wachten op een e-mailtje van mij. Ik doe echt mijn best. Dan ga ik in ieder geval deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik heb hem met ontzettend veel plezier opgenomen. Doe dan even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Dan weet ik dat ik een beetje goed bezig ben met mijn YouTube kanaal. En ja, hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doeg!